Ja, ik denk, laat me een keer ruik doen en opvallen. En het valt op. Hey! Wij komen uit Brabant. Ik kom uit Alphen. Ik kom uit Best. Schijndel. Waalwijk. Valkenswaard. Veghel, Vorstenbos en dan Mariaheide, Eerde. Erp. Erp. 4 uur vanmorgen was de start. Zo'n 43.000 wandelaars doen er mee. Welkom in Valburg, mooiste plekje in de Betuwe. Of je nou 30, 40 of 50 kilometer loopt, je komt in ieder geval door Valburg. Nou, er zijn ook een heleboel mensen die met een speciale reden meelopen. Hebt u die ook eentje? Ja, ik heb eigenlijk een reden dat ik al 20 jaar reuma heb. En probeer elke keer weer een prestatie neer te zetten voor mezelf. Een jaar geleden was ik 40 kilo zwaarder. En dit was het puntje op de i. Het stond altijd op mijn bucketlist, de dingen waar ik wou doen voordat ik doodga. Dus 2 jaar geleden heb ik het de eerste keer gedaan. En dan was ik verslaafd na de eerste keer. Ik vind het keigezellig. Ja. En de mensen aanmoedigen, want ik vind het echt een hele prestatie wat ze allemaal doen, hoor. Echt. En hey, wie zien we daar? Collega Mart Gol, die loopt ook mee. 50 kilometer per dag. Vreselijk ver. En dan doet hij verslag voor Omroep Gelderland. Ik wil gewoon weten of ik dat kan, zo'n sportieve prestatie. Want ik ben helemaal niet zo sportief aangelegd. Dus ik voel me echt af of ik dat kan. Dag 1 zit erop. Nog 3 dagen en dan is het tijd voor de gladiolen. Doei,